In tegenstelling tot andere landen zijn voor België weinig cijfers beschikbaar over het aantal kinderen met een speciale zorgnood. Er is dus ook vrij weinig evidentie over de mogelijke impact hiervan op ouders, gezinnen, die leven met zo'n kind met een speciale zorgnood. Daarom hebben wij bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen getracht deze kinderen te identificeren onder onze leden van 0 tot 17 jaar. We hebben dat gedaan op basis van een hele race van criteria. We hebben onder andere gekeken naar de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat is een vroeger verhoogde kinderbijslag. Maar we hebben ook gekeken naar zorguitgaven, medicatiegebruik en verblijven in specifieke voorzieningen onder andere. Uit deze analyse blijkt dat meer dan 1 kind op 15 in België geconfronteerd wordt met een speciale zorgnood. Als we dat op niveau van het gezin bekijken, gaat dat over 1 gezin op de 10. Vervolgens hebben wij ouders binnen gezinnen met een kind met een speciale zorgnood vergeleken met ouders binnen gezinnen zonder kind met een speciale zorgnood. Uit deze analyse blijkt dat ouders binnen gezinnen met een speciale zorgnood dat die vaker geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.